Hoi, mijn naam is Tessa. Welkom terug op mijn kanaal. En vandaag ga ik jullie laten zien wat ik heb gekregen voor kerst. Als je het leuk vindt, doe dan een duimpje omhoog en abonneer je op mijn kanaal. De 24e, de dag van kerstavond, heb ik een pakketje van NYX Cosmetics gekregen. Ik ben al best wel een tijdje geleden heb ik me ingeschreven voor hun test squad. Was een actie op Instagram. En dat was toen uitgekozen en sindsdien krijg ik om de zoveel tijd een pakketje opgestuurd, gratis, waarvoor ik dan reviews moet schrijven op verschillende websites. En dat vind ik ontzettend leuk om te doen. En dit keer in het NYX pakketje, dit is de zesde die ik ontvangen, zaten twee lipsticks. De eerste is deze. En dat is een rozige, rood-rozige kleur. Deze heb ik nog niet geprobeerd. Ik ben heel erg benieuwd naar. En de tweede, dat is deze rode. Het is een zweet mat. En ja, het puntje is iets ingedrukt al. Deze heb ik al gebruikt. Erg fijn, heel erg mat. Maar voelt niet droog aan of iets. En dus heb ik inkt liner. Heb ik weer liner, sorry. Goede zwarte lijnen. Volgens mij heb ik die al. Dus ik ga even kijken. En dan probeer ik deze. Ik heb het nog niet geprobeerd. En iets waar ik heel verrast was en niet gedacht had. Is het Swear By It palet. Deze heb ik in de afgelopen dagen tijdens kerst al wel een paar keer gedragen. Ik heb wat lichtere kleurtjes. Ik heb vandaag wat donkere kleurtjes op. En tot nu toe vind ik het heel fijn palet. Dus ik ben super blij dat ik deze heb gekregen. En de reviews hiervan moet ik nog schrijven. Dus dat ga ik aankomende dagen doen. Ik mocht vanuit mijn werk. Had ik een bon gekregen. En dan kon je op een site kon je dingen uitzoeken voor een aantal punten. En daar heb ik twee dingen op uitgezocht. Eerst is dit. Dit is een étagère. Met drie plankjes en een bakje. Ik weet nog niet of ik het als étagère ga gebruiken of gewoon als decoratie neergezet met spulletjes. Maar ik vond deze erg leuk. En daarnaast had ik nog wat puntjes over. Dus daar heb ik een kwartetspel met dieren gekocht. Heel kinderlijk misschien. Maar spulletjes is altijd leuk om te hebben. Kun je altijd gebruiken. En nou, de volgende dingen die ik ga laten zien zijn van mijn ouders. Nee, van mijn ouders heb ik meerdere dingen gekregen. Het eerste is dit. Dit is een tablet overtrek. Eentje waarop staat You and Me. En zwart-grijze hadden we nodig. Want die van ons zijn allemaal wat ouder. Volgende. Nou, was ook iets wat ik nodig had. Een nieuw telefoonhoesje. Ik heb een Samsung S9. En dit is mijn tuigenprintje. Mijn huidige hoesje is met twee witte poezen erop. En die heb ik toevallig vorig jaar van mijn ouders gekregen. Dus die heeft er een jaar mee gegaan. Maar die begint nou wel echt op te raken. Dus ik had nieuw gevraagd. Chocola. Altijd lekker. Niet te beschrijven. Even kijken. Mijn moeder heeft een nieuw schattig doosje gemaakt. Met allemaal theezakjes erin. Allemaal in de smaak kersenthee, omdat ik gek ben op thee, maar vooral kersenthee, dat is echt mijn favoriet. Ook heb ik dit gekregen. Dit is een chocolate chip cookie mix. Er zitten chocoladestukjes in en M&M's om zelf cookies te maken. Dus heel erg leuk en ga ik het zeker proberen binnenkort. Één ding. Mijn ouders vertelden van dat ze één cadeautje voor mij vergeten waren. Die lag nog thuis. Dat was vergeten mee te nemen. Maar dat zou een lipgloss zijn. Of een lippenbalsem iets. Nou, en ik heb een nieuwe van deze gevraagd. Deze is bijna op. Dit is een NYX. This is Everything Lip Oil. En ik vind deze heel fijn om te gebruiken. Als lipverzorging of iets. En dit heb ik ook gevraagd. Dus waarschijnlijk krijg ik deze nog. Maar dat ligt eraan. Wanneer ze weer komen of wanneer ik weer daarheen ga. Ook had ze een touchje van Rituals. En daarin zaten twee dingen. Een cadeaubon. Niet zeggen hoeveel erin staat, hoeven jullie niet te weten. En een schattig doosje met Merry Christmas en Happy New Year. En daarin zaten meerdere blauwe chocolade hartjes.
Dus dat is super schattig en erg leuk. En verder, nou ja, sinds kort ben ik weer helemaal gek van puzzelen. Alleen het probleem, ik kan een puzzel of het nou stukjes met, ik weet geen smaak wat erop staat. Alleen met twee katten in huis gooiden die katten elke keer de puzzel van de tafel af. Dus ik had een mat gevraagd waarmee je hem op kan maken. En daarmee kan je die mat oprollen en opbergen. En dan zit de puzzel erin. Dat je niet elke keer de puzzel hoeft te pakken. Nou ja, mijn ouders hebben er meteen een puzzel bij gegeven. Een bijzondere puzzel. Het zit in een groene doos. Ik zal het even uithalen als ik hem los krijg, mensen. En het is een puzzel van een foto van onze twee poezen. Deze foto hebben ze gebruikt en het is een puzzel van 500 stukjes. Dus dat was echt heel leuk bedacht en gedaan. Ik kan echt niet wachten om het te gaan maken. Volgens mij wordt het wel lastiger met al het grijs op de achtergrond. Maar echt super leuk en creatief bedacht. Nou, het volgende is... een tas, een hele grote tas. Voor spullen om op te ruimen of zolder, dat soort dingetjes. Dat was altijd handig zijn met moeder, dat klopt ook. En ik vond mijn laatste, en laatste wat ik heb gekregen, dat is dit. Dit is een dienblad met een kussen eronder, wat je als je op de bank zit of op bed zit, dat je kunt gebruiken om te eten, een laptop op te zetten, dat soort dingen. Ik heb er eentje, maar die is echt oud, vies, lelijk. Dus ik had een nieuw gevraagd en die heb ik gekregen. En het volgende wat mijn vriend en ik samen hebben gekregen van mijn ouders, dat is een grote airfryer. We hebben nu een frituurpan, maar we hadden heel lang een airfryer. Maar we vonden hem zelf te duur. En nu hebben mijn ouders hem voor kerst gegeven, waar we echt super blij mee zijn. Dus dat is nog iets wat ik van mijn ouders heb gekregen. Wat ik van mijn vriend heb gekregen, nou ja, zijn eigen dingetjes die ik zelf uitgezocht heb en zelf gekozen heb. Maar het is namens hem. En er zijn twee dingen. Het eerste is een stelborstel. Die had ik in een video van iemand gezien op YouTube. En leek me wel leuk om te proberen ook. Dus daarvoor had ik hem gekozen. En vorig weekend was mijn beste vriendin bij me met moeder. En die hadden het over een kookboek. En we willen wat meer experimenteren met eten. Dus heb ik dit kookboek besteld namens mijn vriend. En ik kan niet wachten om het te gaan gebruiken. En inderdaad, wat ik net zei, waren mijn beste vriendin en moeder op visite. Dat was vorige week voor kerst. En van haar heb ik een hydrotechnieksbos toegekregen. Zij had hem al en zij... zei van, nou, mag jij hem gebruiken, omdat ze weet dat ik veel make-up doe en dat soort dingen. En ik kreeg een mooi zilverdoosje en hierin zat iets super moois. En dat was deze kerstbal. Dat staat op The Best Christmas. Hij is van Riviera Amazon. En er staan drie cadeautjes in met wat sneeuw. Super leuk. Hij is wat platter, dus je kan hem neerzetten. Hij hoeft dus niet in een boom te hangen. Gelukkig, want anders ben ik veel te bang dat mijn kat hem eruit gaat gooien. En ze had het super schattig ingepakt met allemaal confetti. En ja, er zat ook nog een super lief kaartje bij, die heb ik beneden liggen. En ja, het was super leuk dat ze eraan gedacht heeft. Nou ja, en de laatste cadeautjes zijn van mijn schoonzusje. Wij doen er altijd bij mijn vrienden en ouders leukjes trekken. Normaal zouden we met z'n achter bij elkaar zitten, maar dat kon hij niet. Dus we hebben het in twee groepjes van vier gedaan. Wat wel mocht, omdat je twee mensen mocht ontvangen. En het zusje van, vriendinnetje van mijn jongste broertje had mij. En daarvan heb ik een fles Rituals gekregen. En even kijken, ook Rituals geurstokjes. Die had ik ook omgevraagd, dus daar ben ik super blij mee. Ik kan het huis weer lekker ruiken. Ik heb ook een Elf lipgloss gekregen. Ik ben erg benieuwd naar deze formule. Ik
heb deze nog nooit geprobeerd, dus ik heb echt zin om die op te gaan doen. En ik had een afstandsbedieningetje gevraagd voor mijn telefoon, zodat ik van afstand makkelijker foto's kan maken, YouTube kan starten of YouTube filmpjes kan maken en dat soort dingen. En die, als ik hem eruit vraag, de mensen, is me gekregen. Het is een heel klein afstandsbedieningetje, waarmee het allemaal misschien iets makkelijker gaat en niet de hele tijd op mijn telefoon hoeft te drukken. En even kijken, wij hebben van Willem's jongste broertje en die vriendin ook, de meiden hebben een biercadeaubon gekregen voor het overhuizen van hun. We zijn net voor een paar maanden terug verhuisd. Daarom hadden wij geholpen en daarvoor hadden we dat gekregen. En ik had nog van mijn vriend's ouders chocola gekregen van de week. En een cadeaubon van Douglas, die ik zeker ga gebruiken voor een leuke nieuwe make-up die ik wil proberen. Nou ja, en verder hebben we gezellig gezeten gisteren. Dat was tweede kerstdag. Veel meer op de zondag daarna, de 27e. En eigenlijk wil ik zeggen dat ik super dankbaar ben voor iedereen die mijn cadeaus heeft gekregen. Voor mijn ouders, schoonouders, schoonfamilie verder. En mijn beste vriendin en mijn moeder. En verder wil ik jullie alvast nog hele fijne feestdagen wensen. En op naar een goed nieuw jaar zonder rare fratsen. Zoals corona. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.